Rond 3 uur vannacht komt bij de meldkamer de melding binnen van een woningbrand in Naarden. Bij aankomst blijkt het om 2 gebouwen met 3 woningen te gaan. Tussen de 2 panden zit een afstand van 290 meter. De brandweer gaat uit van blikseminslag. Daarbij is het tweede huis op het laagste punt geraakt. De blikseminslag is in beide woningen heeft tegelijkertijd plaatsgevonden. Doordat beide huizen zijn voorzien van een rieten dak, valt er weinig meer te redden voor de brandweer. Het vuur grijpt razendsnel om zich heen. De gebouwen zijn volledig in de as gelegd. Voorbijgangers noemen het een drama voor hun buren. Hopen dat de mensen die daar wonen, dat die daar op een goede manier in ieder geval mee wegkomen. Hè, en dat er geen persoonlijke ongelukken gebeuren. In de loop van de ochtend komt burgemeester Ter Heeg de polshoogte nemen bij de slachtoffers, die vannacht door een boer zijn opgevangen. Nou, dat is altijd heftig. Je moet je voorstellen dat de mensen heel van schrik naar beneden zijn gegaan en dan in één keer die enorme brand aantroffen. Het is natuurlijk allebei rieten dak. Dus enorm schrikken en dan in no time heb je even helemaal niks meer voor de 3 gezinnen dan. En ze hebben niks meer, dat is dus heftig. De bewoners van het tweede huis hebben de burgemeester boos aangesproken over de aanrijdtijd van de brandweer. Volgens hen duurde het 3 kwartier voordat de brandweer kwam blussen. Feit was wel dat het huis hiernaast dus tegelijkertijd ging branden. En dat ze daar toevallig, daar waar ze dan begonnen en daar stonden die auto's op de weg. En dat heeft wellicht belemmerd. Ik ken de situatie niet precies. Ik moet daar een rapportage over krijgen. Maar dat heeft mogelijk geleid dat het wat langer heeft geduurd. De brandweer heeft een andere uitleg voor de lange aanrijdtijd. Het is zo dat de brandweer bij aankomst als eerste heeft ingezet op het redden van mensen. Dat is hier in de woning achter ons gebeurd. En dus ik kan me ook voorstellen dat het daardoor bij de andere woning dat het wat langer heeft geduurd.